Dag lieve kijkers van mijn kanaal en welkom terug in Minecraft. Ik heb meerdere kamers waar eigenlijk helemaal niks in staat en dat is een beetje lelijk. Dus daar wil ik eens even wat mee gaan doen. De bloemenkast staat er fantastisch bij. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En ik hoorde ook van een aantal van jullie in de comments dat jullie dit gingen namaken en geïnspireerd raken door de manier waarop ik zulke dingen bouw. Dat vind ik ontzettend leuk om te horen, want ik vind het heel erg leuk om dat soort dingen te maken. Ja, als jullie inspiratie uit mijn wereld halen en zelf in Minecraft maken, voel je vrij om dat altijd naar mij toe te sturen op Twitter of te taggen in Instagram of whatever. Mijn Twitter en Instagram staan beide in de beschrijving. Oké, laten we eerst het hier beneden maar eens eventjes doen. Ja, dit bed staat daar hartstikke leuk in de hoek, maar ziet er dus eigenlijk gewoon niet uit. Boontje moet eigenlijk even buiten wachten. Dat zou wel zo mooi zijn. Kom maar. Goed zo. Oké. Laten we... Ik heb helemaal geen extra wol. Misschien is het wel handig als ik nog even wat wol ga halen. Want ik heb echt maar heel weinig. En ik zou eigenlijk wel twee bedjes willen maken. Dat was een groot tweepersoonsbed gaan maken. Schapie, schapie, kom maar bij Lotje. Don en ik gingen trouwens gisteravond een spelletje doen. Toen heb ik de opnames stiekem aangezet. Omdat het zo grappig was. We klikten zo geinig in dat spelletje. Het was zo... We waren zo aan het ouwe hoeren. Dat ik dacht van, oh, dit is goud. Dat moet ik opnemen. En ik moet het nog editen. Ik weet niet of ik het ga uploaden. Maar oh my god, yes, schapen. Oh my god, yes, I love you. Hallo, hallo, schapje. Hallo, go in the boat. Thank you. Bye-bye. Take you with me. Come on, sheep. Let's go, sheep. Maar het was zo grappig wat we hebben opgenomen. Dat ik... Ik denk dat ik dat wel ga uploaden. Dan weet ik niet of dat een serie gaat worden, maar dat zien we dan wel. We zijn een schaap verloren. Paniek. Paniek. Ik heb het schaap weer vast. Honey, I'm home. It's me, I'm honey. Oh, er komt trouwens natuurlijk wel weer wat bij, hè. Want we gaan nu officieel... We zitten in de maand van... Oh, fuck. We zitten in de maand van kerst. We gaan richting kerst. En het is natuurlijk wel zo leuk als we een kerstboom gaan maken. Of dat we deze boom gewoon een kerstmuts geven. Dat is ook wel een leuk idee. Dan hebben we sowieso wol nodig. In de nieuwe 1.15 update van Minecraft gaat het ook zo zijn dat je overdag je spawnpoint kunt zetten op je bed. Als je zeg maar erop klikt. Dan hoef je er dus niet altijd in te slapen om je spawnpoint te zetten. Dat is wel heel erg tof hoor. Ik wil een rij overlaten. En dan zo. Dit vind ik ook leuk, hoe ik dit gedaan heb. Dus ik wil daar nog eentje van doen. Dus dan heb ik even een extra lantaarn nodig. Heb ik nog extra leer of iets dergelijks voor boekenkasten? Volgens mij niet. Maar ik heb wel net extra koeien gebreed. Wat werd al door instant dag als we gingen slapen in deze server. Maar volgens mij was het aangepast. Kreeg ik daar nou... Oh, ik heb looting 3. Ik kreeg daar 5 leather uit. Jezus, oké. Zal ik deze ook nog even doorbreeden? Is dat een goed idee? Er is hier niks gebeurd. Er is hier niks gebeurd. Goed, ik heb ineens heel veel leer in mijn inventaris. Wat gek. Ja. Oké, ik heb peper nodig. Heb ik überhaupt wel sugar canes? Oh, jongens. 2 boekkastjes. Zo. Oké, dat is wel cute. Dat is zeker wel cute.
Oh, wat cute. Een kastje. Een kastje met een kistje. Dan willen we natuurlijk ook iets van een keukentje hebben. Of maken we hier een soort koelkast van? Dat is misschien ook wel een idee. Dat we daar gewoon wat voedsel en zo in hebben. Zo. En wat nou als we die daar doen? En dan deze er bovenop, maybe. I don't know. Ziet dit er oké uit? Het ziet er een beetje stom uit. Tripwire hook. Hier. Dan hebben we natuurlijk nog wat een emmer met water nodig. Heb ik dat toevallig? Dat heb ik zelfs. Zo. Nou, zo dan. Dit is toch een schattig keukentje. Ja, dan komt hier een tafel. En dan het waardevolle spul kan hier nog wel in een soort grote kast of zo. Oké, ik heb er echt een tijd aan gewerkt. En ik denk dat dit qua inrichting hier wel heel erg mooi wordt. Maar ik denk dat verder deze verdieping eigenlijk wel helemaal klaar is. Even naar boven gaan en kijken wat er hier nog allemaal is. Want ja, dit staat hier zo. Maar dit moet ook zo staan, helaas. Dus. Zal ik een soort aquarium maken? Dat is misschien ook wel cool. Oeh, ik ga een aquarium maken. Het liefst heb ik van die tropische vissen. Alleen, volgens mij kan ik die hier niet vinden. Let's catch this. Motherfucker. Kom terug. Oké. Ik heb een kat gevangen. Oh, er is een boze man. Hele boze man. Oké. Maar daar kan ik dan een andere keer wel even naar kijken. Of ik wat mooie gekleurde visjes kan vangen. Of ik doe het na de opnames even. Want dan moet ik echt weer gaan zoeken naar de biome. Dan ben ik weer zo lang niks aan het doen in mijn opnames. Dat heb ik nou zo straks ook al gedaan. Hoe ga ik dat doen? Ga ik dat hier zo in het midden doen? Want dat is een optie. Dat ik het letterlijk gewoon hier zo naar boven toe doe. Oh, ik moet even mijn silk touch pickaxe hebben, anders dan verneuk ik een heleboel. We kunnen ook een beetje een diagonaal iets maken. Op deze manier. Dat dit helemaal een aquarium wordt. Oeh, dat is wel mooi hoor. Hold on. Waar ging dat heen? Oké, zo dus. Oké, de vis zit erin. Je moet even geduld hebben, vis. Zodat ik in en uit kan zonder dat ik al door van alles hoef te breken. Oké, dan wil ik hem echt wel tot daar hebben. Oké, dus dan moet ik gewoon elk stukje vullen, denk ik. Hoop ik. Oh, wat mooi. Wat cool. Wat ongelooflijk cool. En wat gebeurt er nu als we deze vis erin loslaten? Ja, niks eigenlijk. Er zijn het gewoon rustig rond. Oké. Even wat van die koraalplantjes verzamelen. Oh shit. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Hoe kan het water eruit lopen? Door de deur? Kan dat? Oké. Nou ja. Dat geeft niet. Zo. En dan die weg. Breken, 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 breken. Zo. En ik heb geen idee waar dit water vandaan komt.
Waar komt dit vandaan? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Het was net nog prima. Ah. Wil dit dan niet met halve blokken? We hebben het toch net helemaal leuk gedaan. Oké. Okay. Dan is dat hem. Oh, wat is dat mooi geworden zeg. Daar een stukje potsel, daar een stukje, hier en hier. En dan kunnen daar mushrooms en rosebushes op, als het goed is. Juist. Cobwebs. Daar zo. Nee, niet daar. Oh. Daar, voor het raam. Zo. En misschien hier. Daar. Ja. Trapdoors. En dan wil ik nog wel wat meer van. Even kijken of ik nog wat klei heb om wat extra bloempotjes te maken. We gaan even naar Don. Heeft die villagers meegenomen? Oh, zalm. Ik heb een zalm. Wat heeft hij hier allemaal gedaan? Oh, dit idee heeft hij sowieso van mij gehaald. Dit liet ik hem zien in mijn survival, in mijn single player. Volgens mij heeft hij me nagedaan. Gaat zo dom. Oh, ik had nog bricks. Oh my god. Oh, ik ben zo stom. Oh, shit. Verkeerde. Ik vind het zo eigenlijk wel heel erg mooi. Prachtig aquarium. Met een extra blokje. Hier... Dus dit is gewoon helemaal magisch en fantastisch. Hier kunnen we enchanten. Kissies kunnen we bij. Hier kunnen we overal bij. Ho. Zo. Dat ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Het laatste wat we eventueel nog kunnen doen is deze zolderkamer. En daar zou ik wel graag een enchantment room van willen maken. Dus ik zou hier brewing stands willen hebben. En wat plantjes en dergelijke die we dan kweken. En netherboards. Nether. Oh, heb ik helemaal geen glowstone? Ik heb wel nether. Ik heb ook geen soul sand. Ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn, maar ik heb geen keus. Uh-oh. Ik ben bang voor ghasts. Want ik heb geen boog bij me. Ja, ik zie daar wat soul sand. Oh, daar is soul sand. Oké. Okay. Dus ik moet naar beneden zien te komen. Oh, dit is Don's een portal. Hi baby! Oh, sorry. Ik zet van alles neer in mijn enthousiasme. Oké. Okay. Dat is fijn. Dan weet ik in ieder geval waar ik er heel gemakkelijk uit kan. Kijk eens even. Soul sand. Laten we maar flink wat meenemen. You never know. Het wordt ook voor... waterliftjes gebruikt, dus. Hoor ik nou een villager? Ik hoor een Wat?
Waarom is hier een villager? Oké. Kom hierheen, villager. Kom. Kom. Kom hierheen. En jat ik wel even wat hout van Don om een bootje te maken. Waar is die? Is hij nou weer weggegaan? Hallo, villager. Oh nee, is die gedespawned omdat ik wegging? Don, als je dit ziet, sorry. Ik wou je villager terughalen. Maar ik ben hem kwijt. Goed. Oké, okay, ik ben hartstikke tevreden met hoe dit eruit ziet. Dit is de potion, de toverdrankkamer geworden. In het midden de grote ketel met vuur eronder natuurlijk. Van het kampvuur wat hier staat. We hebben weer kasten en shelves met alle benodigdheden netjes opgeruimd. Daar waar het hoort. Ik heb van alles wat je nodig hebt om potions te maken, heb ik wat gepakt. Er staan hier 3 brewing stands. Dat is meer dan genoeg. Sugarcane groeit hier in kleine mate, zodat als we het nodig hebben, we dat meteen kunnen pakken. Er is genoeg dirt en dergelijke. Er groeit hier wortels en gaat hier ook een meloen groeien. Dus we hebben genoeg om de voorraad aan te vullen. De netherwort groeit hier veelvuldig. En ja, ik vind het er gewoon super, super netjes uitzien. Ja, dat is dus de bovenste vloer van mijn torentje. Als we naar beneden gaan, dan komen we hier dus bij de enchanting room met het mooie aquarium. En de benedenvloer is vrij simpel. Nou dat we eindelijk dit spul allemaal kunnen gaan opruimen, kan ik nog eens eventjes die tafel gaan maken. Zo. Nou is die helemaal af. Er staat een mooie tafel hier met eten. Nou is het aan de binnenkant net zo mooi als aan de buitenkant. Ik ben 3,5 uur aan het opnemen en ik ben al 3,5 uur hiermee bezig. Ik weet gewoon niet wat ik zeg maar moet zeggen tijdens het decoreren van dit soort dingen. Als jullie meer een uitgebreidere uitleg zouden willen over hoe ik dit soort dingen doe en hoe ik interieur behandel en weet ik veel wat, laat het me dan ook vooral weten in de comments. Dan doe ik daar misschien eens een keer een toegewijde video aan. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond en als je mijn interieur mooi vindt geworden. En dan bedank ik jullie voor het kijken en zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!